Hier komen gipsplaten en wat isolatie. En dat moeten wij neerzetten. En dan gaan ze met die grote bouwkraan gaan ze het verder hijsen, zeg maar. In Amsterdam wordt flink gebouwd en gerenoveerd. En daar is heel wat materiaal voor nodig. Vandaag gaan we op pad met Joey. Hij rijdt dagelijks de stad door om bouwmateriaal op locatie te brengen. Nou, ik doe denk een locatie of 12 tot 18 per dag. Afhankelijk van de tijd die je op één adres doorbrengt, zeg maar. Als jij twee pallets moet hijsen, duurt dat een half uur tot 40 minuten. En als jij alleen moet neerzetten, zeg maar, dan ben je met 10 minuten of 5 minuten weer weg. Nou, zo zie je gelijk alweer hoe het gelijk vast staat hier, hè. Ze zijn bij mij nooit boos in ieder geval, maar ik denk dat het komt omdat ik altijd duidelijk ben naar de mensen toe, zeg maar. Dus als er eentje achter komt staan, dan moet je er in principe gelijk heen gaan om te vertellen hoe lang het gaat duren of hoe lang je van plan bent daar te gaan staan. En dan kunnen de mensen in principe zelf kiezen of ze blijven wachten of om gaan rijden. Ik denk elke Amsterdammer is sowieso, die houdt ook van duidelijkheid, denk ik. Dus je moet gewoon altijd duidelijk zijn. Even de stoep afzetten. We moeten hier op hoogte lossen, zeg maar. En er mogen geen mensen onderdoor lopen. Een beetje dakbedekking. Wat zakjes metselmortel. En wat kalkzandstenen. Gaat allemaal de lucht in. Amsterdam wordt groter en groter. Maar waar begon het eigenlijk? Volgens de meeste theorieën ontstond de stad rond 1200... toen er een dam in de Amstel werd gelegd. Maar volgens historicus Bas Kok stonden de eerste huizen niet aan de Amstel, maar in Amsterdam-Noord. Na onderzoek stelt hij dat rond het jaar 1000 ter hoogte van Durgerdam en Ransdorp huizen werden gebouwd. Het ijs stond toen nog droog. In de eeuw daarna trokken de bewoners vanuit het noordelijke gebied naar waar nu de Warmoestraat en het Rokin liggen. Nou ja, hier gaan we dus niet doorpassen. Denk ik dat we maar achteruit moeten. Het is natuurlijk altijd druk in de stad. Ja, je moet overal rekening mee houden met fietsers, voetgangers en het verkeer. Het is heel wat anders dan dat je gewoon alleen maar snelweg rijdt natuurlijk. En het is weer tijd voor de prijsvraag en die luidt... Hoe komt Amsterdam aan zijn naam? Vul op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in om kans te maken op zo'n mooi historisch plaatje. De winnaar mag zelf een foto kiezen uit de online beeldbank van het Stadsarchief. De winnaar van vorige week was Mathieu Kerbos. Gefeliciteerd. Kijk, ik ga nu natuurlijk niet vol de muziek aan gooien en meezingen. Maar normaal zit ik wel gewoon lekker, lekker mee te blaren en zo. Wilt u weten waar er allemaal gewerkt wordt in de stad? Kijk dan op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden. Hoi!